Nu heb ik hem aan. Nou, goedemorgen dames en heren. Ben is ook met een voor Bijbelpakket in de prachtige mooie Wageningen. Nou, er heeft hier iemand getracht om zelf een laminaatje te leggen. En dat is altijd goed natuurlijk als mensen zelf dingen proberen. Maar zo simpel is het dus nog niet. Kunt u hier ook zien? Dus ze hebben vervolgens Bijbel gebeld en gedacht van weet je wat, bekijk het maar. Laat maar leggen komen, want dit gaat het niet worden. Toch meneer? Zo is dat. Deel 2, straks het resultaat. Straks naar deel 2. Doei. Kijk, zo blij is die man nou dat die vloer erin komt. Ook dat is natuurlijk leuk, hè? 71 jaar muzikant, bekend van een heleboel dingen waar ik niet over mag praten, maar in ieder geval, ja, oud Enschede is ook nog, dus mensen uit Oosten natuurlijk, en hartstikke aardig bent hier, en ik zou zeggen deel 3, dus staat. Dag dames en heren, Dennis de vlogger voor Bebo, een prachtig mooie Wageningen. Nou, wat heb ik hier gedaan? Ik heb een soort laminaat parketje gelegd. Ik zal het even rustig laten zien. Een heel mooi, stabiel laminaatje. Met een heel smooth lijnspel, zodat je rust in de vloer krijgt. Er zijn allerlei mensen aan het werk. Harde werkers allemaal hier. En, Timmerman eerste klas hier hoor. Timmerman eerste klas, kan ik wel zeggen. Aardige kerel hè. Nou, dat bedoel ik nou. Ook Arno hard aan het werk. En deze prachtige dame hier. Iedereen is en nog een prachtige dame. Iedereen is hier prachtig aan het werk hier. Nou, heb je ook zoiets van... Ik wil eigenaar worden van een soortgelijk leuk laminaatje. CQ lamelpakketje, want dat is het eigenlijk. Alleen je klikt hem dan. Neemt u dan contact op met Bijbelpakket Friesevijn. En voor ieder wat wils. Deze vlog like en delen dames en heren. U kunt kans maken op prachtig mooie prijzen. Zoals een leuke oma Bijbelfiets reizen, etcetera, etcetera, etcetera. Nou, er is me niks anders de klant te vragen wat hij ervan vindt. Meneer. Ben je tevreden over het resultaat? Ik zeg nog een keer in kwadraat. Prima Timmerman. Ik had hem niet willen missen. Ja. Hele lieve gozer dit. Arno de harde werker, bent u ook tevreden? Ja, ja zeker. Ja, heel erg. Nou, helemaal super. Mevrouw ook tevreden over het resultaat? Ja, ik ben heel blij. Nou, mevrouw is ook heel blij. Het is één grote familie hier, deze mevrouw. Ja, we gelachen. Ja? Helemaal top. Helemaal top. Nou, beter kan het niet. Ik zou zeggen, ik weet niet hoe ze hier goedendag zeggen in Wageningen. Ja, goeiedag, aju. Nou, aju, gewoon aju. Oorspronkelijk komen ze uit Enschede, dus het bleef gewoon aju. Nou, ik zou zeggen, fijne dag en tot ziens. Doeg, dit was hem, doeg.